Welkom bij deze algemene reading vandaag met de Witches Tarot en mijn eigen deck, al lang niet gebruikt. Kreeg ik weer eens door om te gebruiken. Hij is nog altijd in ontwikkeling, dus nog altijd niet af om gedrukt te worden. Is het wel zover, dan hoor je dat van mij. Fijn dat jullie er weer bij zijn. Liken, delen, abonneren, doneren. Het kan wat geluid maken als ik deze ga shuffelen, dus dan weet je het en kan je het geluid van het filmpje even tijdelijk zachter zetten of als je je oortjes in hebt. Wat mogen wij weten, Spirits and Guides, voor deze algemene reading? Ik moet hier meteen wat kaarten uittrekken. Hier niet meer? Oké, dat was even niet duidelijk. Ik weet dat ik me één keer geshuffeld heb, maar ja, het geeft wat geluidsoverlast. En bovendien, ik doe altijd alles van tevoren shuffelen, dus weet dat. Hier nog een kaart uit. Hier nog een keer shuffelen, sorry. Zo, de laatste keer. Telepathie. Je hebt met iemand een telepathische connectie. En deze persoon die laat nog niks los. Het kan zijn dat er iets gebeurd is, maar dat je wel weet hoe het zit. Omdat je telepathisch met elkaar communiceert. Maar in de buitenwereld, dus zeg maar de 3D. Hè, want ik heb wel het gevoel dat je deze persoon al kent. Kan zijn een vriend, kan zijn de echtgenoot of de echtgenote van je beste vriendin. Vriendin. Maar met deze persoon heb je dus nu in de 3D, daar spreek je niet mee. Daar heb je geen communicatie mee. Maar toch weet jij wat er aan de hand is, omdat je telepathisch met elkaar verbonden bent. Dus ik hoop dat je het nog snapt. Er is iets met werk. Het kan zijn dat die persoon zijn werk is kwijtgeraakt. Het kan zijn dat het gaat over jouw werk specifiek. Ik leg die even hier neer. Wat mogen we nog meer weten over telepathie? Het is een spirituele connectie, hoor ik. Een spirituele connectie. Het kan zijn dat die spirituele connectie in beweging is. Dus dat die versterkt gaat worden, dat je steeds meer op gaat vangen. Ik denk ook dat je telepathisch voor sommigen doorkrijgt dat iemand gaat verhuizen of dat binnenkort een verhuizing plaats gaat vinden of een verandering plaats gaat vinden. En het kan zijn dat de communicatie tussen jullie, telepathisch, dat je daar een beetje aan moet wennen. Dat in het begin vang je van alles op. Want zoals de meesten misschien wel weten en anderen misschien ook niet. Telepathisch is van alles. Dat is niet alleen maar dat je iets ruikt, iets ziet, iets voelt, muziek in je hoofd hebt of symboliek ziet. Maar je moet dat met elkaar kunnen verbinden, zodat je uit die brei van informatie duidelijk weet van wat de bedoeling is. Hè? Welke kant gaan we op? Wat bedoelt die persoon nou? Wat vertelt die persoon ons? Hè? En ik denk dat het nu nog alle kanten opgaat. Dat het in beweging is, maar alle kanten opgaat. Omdat jij hier pas mee kennis maakt en dat je dus niet weet van wat bedoelt die persoon nou? Maar ik denk dat je daar uiteindelijk wel je weg in gaat vinden. Wat wel boven tafel komt, is duidelijk dat er een verandering heeft plaatsgevonden. En dat dat al dan niet te maken heeft met een verhuizing. Het
Kan zijn dat de ander verhuisd is. Kan zijn dat jij binnenkort gaat verhuizen. Maar dat heeft. Daar hebben jullie het op dit moment over tijdens de telepathie. En wat er dus duidelijk naar voren komt, is dus verandering en of verhuizing. Wat mogen wij weten over closed? Ja, je hebt. Je ziet het al, ik krijg heel moeilijk de kaarten geshuffeld. Je hebt in de 3D heb je dat je geen enkel woord hierover met elkaar correspondeert, uit, vertelt, niet appt, niks. Hier gaan we weer. En ik heb het gevoel, want dit krijg ik niet geshuffeld, doe het even apart. Ik krijg het gevoel dat dat bewust is. Ik denk dat deze persoon geen contact met je opneemt. Omdat ze bang zijn voor problemen. Het kan zijn bijvoorbeeld dat dit een goede vriend van je is of een vriendin. Jij bent getrouwd, ze willen geen problemen met je partner. Of als deze persoon nog in een huwelijk zit of in een partnerschap, willen ze geen problemen met hun eigen partner. Dat die jaloers wordt of er wat achter zoekt of wat dan ook. Dus op dit moment geen contact tussen jullie. Maar telepathisch wel degelijk. Alleen je moet daar nog je weg in zien. Dat moet je gaan ontrafelen. Weet ook dat er in hun leven op dit moment iets aan het veranderen is. Dat die verandering, die kregen we hier al door bij moving. En het kan zijn dat er een cyclus voltooid is. Dat kan betekenen aan jouw kant of aan de andere kant. En dat kan betekenen dat iemand daardoor een relatie heeft beëindigd of dat jij binnenkort een relatie gaat beëindigen of al beëindigd hebt. En voor sommigen is dit jouw twin flame, dus je divine feminine, de vrouwelijke kant van het verhaal. En anderen is dit. Dat hoeft dus niet per se de vrouw te zijn. Kan ook de man zijn in vrouwelijke energie. Of vice versa. Dat kan natuurlijk ook. Maar weet dat zij jou proberen te beschermen. Door geen rechtstreeks contact te hebben. Maar dat ze weten dat jij hun ware partnerschap bent. Maar zij moeten iets nog af gaan sluiten. Of zij zijn bezig om iets af te sluiten. Vandaar dat ze geen actief contact opnemen. Ze willen geen problemen veroorzaken. Spring. Dus in de lente. Komt er vooruitgang of kan het zijn dat iets zich gaat voltooien? Onderaan het dek dualiteit. Dus op dit moment is er wat gaande. En vandaar dat ze jou daar buiten willen houden. Wat mogen we weten over het werk? Ja, er moet wat aangepast worden qua werk. Het kan zijn dat iemand ontslag heeft gehad. Het kan zijn als deze persoon bijvoorbeeld met iemand is, maar de fabriek is gesloten of zij werken samen met hun partner aan hun eigen bedrijf en er is dus problematiek en ze willen uit elkaar. Dan kan het zijn. Dat er het nodige aangepast moet worden qua eigen bedrijf. Dus dat is allemaal moeilijk. Die aanpassingen hebben zeker tot aan de zomer nog nodig. Dus weet dat mogelijk alles wat ik je verteld heb, dat dit wat op tafel legt, dat dat al heeft geprobeerd om door te komen via die telepathische weg. Wat mogen we nog meer weten over moving? Je gaat inzichten krijgen, steeds meer je wegwijs krijgen binnen die telepathische connectie. En je begrijpt de berichten steeds beter. Met de zes van staven heb ik het gevoel dat iemand daardoor, of misschien jullie beiden wel, je gesterkt voelt. Omdat je dus
een weg vindt binnen die telepathie om met elkaar te kunnen communiceren, elkaar begrijpt, zodat er toch duidelijkheid komt in de situatie. En het is iemand die je kent uit het verleden. Dus dat is iemand met wie je op school hebt gegaan, een goede jeugdvriend of vriendin. Om deze persoon gaat het. Wat mogen wij weten over closed? Wat is er gesloten? Wat buiten dat jullie geen contact hebben en dat deze persoon je wil beschermen? Ja, deze persoon, ondanks dat ze jou niks laten weten in de 3D, zien ze jou wel als wensvervulling met de 9 van bekers. Maar doen misschien alsof, of willen de schijn ophouden door geen contact met je te onderhouden. Om jou te beschermen, omdat iets nog niet helemaal afgesloten is. De Divine Feminine. Ja, je hebt misschien zelf het gevoel van het gaat traag. Kan zijn ook dat er vertraging op de lijn is gekomen omdat die karmic in de weg zit. Maar met de lente is er in ieder geval iets afgesloten. Je voelt de dualiteit in je. Omdat je aan elkaar verbonden bent, kan zijn dat als je voelt dat de een zwakker is, dan kan het zijn dat jij dus gaat werken om die zwakte die je voelt in je, om dat terug in harmonie te brengen. En ook als je merkt van ik zit te veel in die mannelijke rol, dan kan het ook zijn dat je vervolgens dat gaat helen om te proberen meer in die verzachtende vrouwelijke energie te komen. Die balans die probeer jij te houden op het moment, omdat jij voelt dat jouw tweelingenvlam uit balans iedere keer raakt door die issues, door die problematiek waar ze doorheen gaan. Of vice versa, dat kan natuurlijk ook. Wat mogen we weten over het beroep en de aanpassingen daarbij? Ja, wat ik al zei, ik heb het gevoel dat zij werk hebben, al dan niet samen met die partner. Maar die partner, ja, daar gaan ze dus vanaf. Dus het kan zijn dat daar het een en ander aangepast wordt. Dat ze dus op dit moment op zoek zijn naar ander werk. Ze vinden het wel fijn dat jij gloreert en dat jij het goed doet in je werk. Met de 5 van staven veel problematiek ook op het werk, omdat zij natuurlijk met iemand mogelijk samen moeten werken met wie zij dus in scheiding liggen. En dat gaat natuurlijk ook ten koste van de stabiliteit, de balans. Wat mogen wij weten voor de toekomst? Wat mogen wij weten voor de toekomst? Wat staat het collectief te wachten? Wat staat jou nog te wachten als jij je hier in dit verhaal herkent? Een stier. Ik hoor een stier ligt dwars, dus dat is de karmic waar deze persoon mee te maken heeft. Pas daarmee op. Kan zijn als je die persoon kent, want ik heb het gevoel dat jullie jeugdvrienden of klasgenootjes zijn geweest of buurjongen, buurmeisje, dat deze persoon jou ook wellicht kent en dat ze misschien jou gaat confronteren. Omdat ze voelen dat ze de grip op hun partner kwijtraken, dat de relatie over is en dat deze persoon naar jou trekt, ondanks dat er geen woord over gesproken wordt. Dat is puur energetisch wat ze voelen. Wat mogen wij nog meer weten voor de toekomst? Deze persoon heeft trouwplannen, dus die wil trouw aan je zijn. Die wil met je gaan samenwonen, met een gezin opbouwen. Dus weet zeker dat deze persoon dus het breekt met die ander. Dat is wat er in de toekomst ligt. En wat is het laatste wat nog door mag komen? Dat iemand...
hele diepe gevoelens heeft voor je, maar dat ze die niet durven uiten op dit moment. Een kreeft heeft een harde buitenkant, een zachte binnenkant. Dus ze houden hun gevoelens nog voor zich, maar weet dat die gevoelens ontzettend diep gaan. Dankjewel voor het kijken. Veel liefde en licht. Namaste.